Coming here. Hey, did you check up on here? Jullie dames en heren, het is 6:21. Dat is moeilijk. Iets voor 6:30. Inclusief mij zitten in totaal 4 mensen. 4 mensen in deze bus. Halte Rijksvaartplas. Mijn voorspelling was uitgekomen. B5. Het is gewoon een fucking bob. Het is gewoon een fucking bobbus. Een nachtbus. Ik weet niet hoe je dit noemt.
deze weg ook bereden, maar dan met een video Citea LLE 120. Ja, ik ben een diesel. Dus ik heb een foutje moeten aanpassen. Ja hoor, neem maar nog een mensen nemen op 7. Zie je? Bobbus B5. B5 Schollevaar, station Alexander. Nee, de 36 Alexander. Alle fucking 7 en fucking bus. Duikerstraat. Ik zou proberen in beeld een soort van tekst te laten verschijnen. Met alle halte namen en zo. De Bobbus B5. Zie je het? B5, Schollevaar. Zie je? En nou gaan we de juiste plaats zetten. Dat heb ik al voor jullie gefilmd, dames en heren. B5, Schollevaar. Maar hij rijdt direct door naar La Gare du... La Gare du... La Gare du Centrale Station. La Gare du Centrale de Rotterdam. Juist met naam. Of voor onze Duitse kijkers, Rotterdam Hauptbahnhof. Onze Engelse kijker, Rotterdam Central Station. Of mijn eigen accent, Rotterdamio Centralio. Nestop. Klopdeur. Dit is een goede plaats. Linksachter. De beste plaats die ik kan krijgen, dames en heren. Ga met de bananen, alsjeblieft. Een stukje bij 36 doen we dus nou. Hier nog steeds 36. Kralingen zo, 36 kralingen zo, dan 30 minuten. Dan ga je nog steeds op het kraling voor 36 traject. Zet dus met daar. Gebouwd in Mannheim.
dus 30. Dus 36, dus 30 onder andere buslijnen erbij. Busbaan. Nee. Busbaantje. Als je hier op de halte staat, moet je 40 minuten wachten. Bussluis. Dat heet een bussluis. Dit heet V8. Nu zitten we in deze bus, inclusief mij. Twee mensen. Change here to the train. Overstap op de motherfucking trein. Yes. Sprint naar de centrale. Oh, gauw daar. Oud geest, sorry. Staat daar een SLT en die rijdt naar Uitgeest. Good if you want. Rij maar lekker door, chauffeur. Ik zit het prima. En die nu vertrekken ze. Dat
afvragen. Ja, ik rij helemaal naar Rotterdam Centraal. Perfect, maar soms hoor je Texaco. Soms hoor je de omroep uitstekend, zoals nu. En soms hoor je de omroep belabberd, zoals een tijd geleden. Vooral terug. Kwart voor 10 over half 7 en ik zit gewoon in de motherfucking bus. Ja, deze weg ken ik echt. Daar is mijn werk. Lol. Deze weg ken ik echt volop. Hier loop ik naar mijn werk. Echt lachen. Ja, voor mijn werk niet zien, want pikken donker. B5 moet ik echt onthouden. Benzineprijzen. 1,14. Benzineprijzen checken, dames en heren. 1,14 euro voor diesel.
1,66 voor euro 95. En 1,55 voor V-Power. Is dit duur of dit goedkoop? Is, dames en heren, is 1,66 voor euro 95, is dat veel of is dat goedkoop? Laat me even weten in de reacties. Benzineprijzen. Ik heb voor jullie benzineprijzen gecheckt. Dat hier in de nähe een U-Bahnhof ligt. En dat is een Volvo trok. 100 meter Rotterdam. Bushaltestelle aan U-Bahnhöfe liegt. Wat staat er dus? Yes. Hyundai i20, dames en heren. Dus dat ik niet kon zeggen. Ja, graskruid. Wacht, dit is zo'n graskruid. Twee bekende plekken. Graskruid en Zuidlaarmeer.
weg herkennen. Die is gewoon richting kijken. Ja, Alexander in misschien. Alexander. Nee, van Alexander af. Barclay is centrum. Hotel. Ja man, deze ken ik gewoon. Ja, ik ken deze weg de volle 100%. Snel weer onderdoor. Deze komt me echt bekend voor. Godgenoemde, ja. Je snel, dan doet het. Ja, Bostunnel noem het maar. Deze weg heb ik honderden keren gereden. Echt honderden keren. Ja, deze. Even kijken. Yo. Perfect. Nee. Huppa, CO2 de lucht in. Dieft. Deze de weg kan herkennen. We kijken links is de snelweg op. Hier, als je hier naar links gaat, ga je verder het bosstunneltje in, noem ik het maar. Dan ga je richting Hoek van Holland, Dordrecht, dat soort steden. Ga je hier naar rechts, ga je verder Kralingen in. Ga echt diep Kralingen in. En rechtdoor weet ik het even niet. Krooswijk, die Kralingen, daar Krooswijk. Dingen, dit is weer Wollekerk en dit. Duizenden.
dames en heren, dit gebied herken je duizenden keer van overtop op de tram 7. Nee. Kijken. 7. Oh, een uur. Een uurtje. 29 minuten vertrekt de tram naar Dinges, Woudestein. Kan die altijd een uur gaan wachten. Plus 30, 5, plus 30, stukje 35, 36, nee, tram 7. What the fuck heb ik? Kan ik nog zien. Ja, en 38. Ja. En tram 8. B5 is gewoon een stukje voor ieder wat wils. Baanmeijer. Dat is tram 8. Ja, dames en heren, Admiraal de Ruiterweg. Abbiegen, ken rechts, Abbiegen. Liefdingsstation, Hofplein. Hang on. Los geht's. Daar hebben we de Hofpleinlijn, of tenminste de brug ervan. Ja, dit is een bus wekelijk naar Rotterdam afgevangen. De... Is dat een bits? Bijna. 23B verwaard is gewoon. Parkeergarage.
geen verlicht op nog. Citaro. Dat is een elektrische bus. 10 minuten naar nergens. Zeven uur. Dames en heren? Ja, ik heb mijn tas. Dat is de patiënt. 329. Ik moet even kijken wat 329 de 300 serie is. Dames en heren, ik sta nu op het prachtige, allermooiste station van Nederland. Sorry, geen dienst. Dames en heren, heb je van deze video genossen? Druk eens hier bitte op die glocke en die blauwe duim omhoog. Blauw duimpje omhoog. Abonneren op het belletje. Wil je nog iets toevoegen? Druk dan, reageer dan op, in de comment in de reacties. En ik zeg, er gaan veel meer video's online komen, dames en heren. Dat beloof ik je plechtig. Bye bye.